daar is de dame al. Hi. Die natuurlijk een drankje wil. How are you? I'm fine, please, I think. The same glass of champagne is 368, is okay? 368 for one glass. Bubbles. I'm a lady, so I like bubbles. One glass of champagne. Yes. Credit card okay? Yeah, it's okay. Ik betaalde omgerekend €88 voor dit glas champagne. Dan maar gewoon cash en ik waag het erop. There's no alcohol in it. It's, it is. It's not champagne. Of course it is. I'm sorry. Do you speak English? She's drinking water. You're paying a lot of money for lemonade. Of you want to speak with my security? Where? Maar de tijd van praten is al voorbij. Hey, 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 hey. Boy, hey, don't touch me. Hey. Finito. I paid €90. No English, it's a Jew. Don't touch me. Do this. Ze worden steeds agressiever. Don't do this. Hey. En daar krijg ik mijn eerste trap. Finish. What finish? Finito. Finish. Hey. Nummer 2 is al iets harder. Finito. En van trap nummer 3 uit. Hey, what are you doing? Zal ik nog dagen last houden. Wisselkoersen in Polen. Daar moet je dus goed op letten. Als toerist kun je dan natuurlijk het beste naar een officieel wisselkantoortje gaan. Of juist niet. Hallo, €100 please. How much is it? 326. People think this is the rate. 326. Nou ja, zeg. Even kijken hoor. I will help. Look. This is the right one. Now people know. Yes. This is why they come in. Yes. They're thieves. He is a thief. You have problem? Yes, I have problem. You steal like 20. Call police. Okay. Call police. Don't, you don't, now. Don't go too close. Go. No. Go. You call police. Fuck. Fuck you. Oh, you fuck. It's theft. Don't do this. So. What so? A problem? Yes. So? I have problem. Okay, with I call you. Police. You okay. Call the police. Okay. Call him. Een paar kilometer buiten de toeristenstad Patong op het Thaise eiland Phuket ligt de Katu-tempel. Een beroemd boeddhistisch complex waar veel toeristen komen. Ze maken hier op ambachtelijke wijze kostbare gouden geluksamuletten. €1188. Dit. Maar ja, als het echt goud is. What is it made of? Gold? Yes, also is cool. Nou, zullen we maar zo'n kostbaar ding gaan kopen dan? €175. Met de trotse eigenaar van dit microscopisch kleine dingetje. Oké. Okay. Op een haar. Bye-bye. Bye-bye. Heel vreemd. This one. I buy in Katu Temple. They say this is real gold. Not gold? No gold. Ze herkende mijn amulet eigenlijk meteen al. Het is er eentje uit een serie. Made in China. En van puur plastic. Ze verkoopt ze namelijk zelf ook. Alle amuletten uit de tempel liggen hier, in deze vitrine. Ze geeft me een kopie van de mijne. How much is this one? For price bar. €450. Yes. Hij kost hier omgerekend €11,50 in plaats van €175. Ik heb een kopie gekocht, €450. Het is gewoon plastic. Het is gewoon echt plastic. Exact hetzelfde ding. We hebben nog niet zo'n grote oplichting gehad in het programma, hè? Hallo. Dit is all gold, hè? Huh? Gold, all same quality, gold. And gold. Same quality. Yeah, same quality, yes. I bought this here. It's plastic. Huh? Plastic. Plastic? Yes. No plastic? Yes, plastic. Money back. Plastic. This no gold. Hey, okay, okay. If you don't want, I bet money back to you. You want me to show you?
is gold? If you don't want it, I don't mean it. Show me. Is it gold? Money back. Ik heb mijn geld terug. En nu moet ik me ook inhouden voordat ze de politie erbij roepen. Met alle gevolgen van dien. Overal hier in het centrum aan de Walk of Fame worden dit soort toertjes aangeboden. Een soort safaris langs de filmsterren, langs de huizen van de filmsterren. How much is it? The prices are $49 a person. So you get to see where they all live. That's right. This is the Justin Bieber house. Oh. Let me pull up a little bit. Lekker brutaal dit, hè? Hello, Justin. De volgende dag is de zon terug. En worden overal langs de Walk of Fame weer toertjes verkocht. Anyway, you want to do a tour? How about you two? No, thanks. It's a sightseeing tour of our city. It's fine. It's only 90 minutes of your time. Precies hetzelfde toertje voor $20 in plaats van $50. Sir, the other day you sold us a tour. Yes, sir. We had to pay $50 each. It was a rainy day, you remember? Okay. We paid like $150 for three persons. Uh-huh. And then we were finished. Yeah. We end up on the other side, exactly the same tour for $20 each. The same tour. Exactly. So we paid like $150. Yeah. And there we paid $60. Wow. So what's the secret? Same tour. There is no secret. Are you overcharging us? Because we also had to pay the lady tip. She was begging us. So in total, we paid almost $200. If you were me, what would you think? Did they give you the same exact tour? Exactly. To a T? I mean, I'm sorry, the song says I'm sorry, but you know that's our rates. There's nothing I can do about that. Okay, but $260, that's a big difference. Yeah, sorry about that. Yeah. God bless y'all though. Ons avontuur begint een paar weken eerder met Karin in Amstelveen. Ze heeft via Facebook een leuke Amerikaan ontmoet die in korte tijd stapel verliefd op haar is geworden. En net als Karin zelf na een paar weken toch ook een beetje verliefd begint te worden, is er opeens een groot probleem. Simon is in nood. Het schip had schade geleden. Ja. Er was een ongeluk gebeurd, had een botsing gekregen. Op dat moment waren er twee bemanningsleden omgekomen en piraten waren daar bezig en ze moesten daar blijven liggen. De piraten nemen het roer over en Simon neemt vanaf het schip contact op met Karin. De piraten eisen losgeld en Simon, zelf miljonair, kan op dat moment niet bij zijn bankrekening. En daar moet je voor betalen? Ja. Hoeveel? €2,500. En heb je dat gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. Dit plan vereist een kleine uitleg. 1. De oplichter kwam het geldpakket niet ophalen in het hotel. Dat vond hij te gevaarlijk. 2. Karin zou het geldbedrag terugkrijgen van UPS en het dan overmaken naar de oplichter via MoneyGram. 3. De oplichter vulde daarop een naam en een telefoonnummer in op de fake website van MoneyGram. Wat nou als Karin nu de oplichter meldt dat dat pakketje nooit is teruggestuurd naar Nederland? Dat die envelop met duizenden euro's dus door een foutje nog steeds in ons hotel ligt? En dan sta ik plotseling oog in oog met de man naar wie we al zo lang op zoek zijn. Simon Andriola, alias Ehimar Blest. Dit is hem. You're busted. Ik zou hem het liefst nu naar zijn strot vliegen. Maar we hebben de politie plechtig moeten beloven dat we hier geen scène schoppen. You are not good people. Your visa is expired. You are also in Kenya illegal. Like, hij is illegaal. No. Zijn visum is verlopen. Your visa is also expired. You are playing very innocent, but you are a criminal. You are a bad criminal. Not me. Yes. Not me. You too. You are a bad guy. They have him. Okay. Na hun straf zullen ze het land worden uitgezet. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.